Drie jaar geleden liet Staf hier alles achter en trok naar Zweden waar hij een camping kocht. Drie jaar later is Staf nog steeds campingbaas. Staf ligt in het laatste nieuws toe dat ze nu gesetteld zijn. Dat heeft wel even tijd nodig gehad. Toen we vertrokken uit België was dat met een romantisch sprookje in ons achterhoofd. Helaas, het leven is geen onversneden romantiek, concludeert Staf. Je komt dingen tegen. Een auto die niet gekeurd raakt, de taalbarrière, kinderen die zich niet meteen thuis voelen in hun nieuwe omgeving. Maar als we nu, na drie jaar, de balans maken, zijn we nog altijd heel gelukkig met onze keuze. Excuus voor het kleffe cliché, maar heel dit avontuur heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Staf heeft somber nieuws over zijn zoon Bo, die had het er de eerste drie maanden heel moeilijk. De eerste drie maanden heeft hij elke pauze alleen doorgebracht op de speelplaats. Dat brak mijn vader hard. Maar naarmate zijn Zweeds beter werd, maakte hij wel vrienden. Geloof me, als dat niet in orde was gekomen, hadden we vandaag niet meer in Zweden gewoond. Het ongeluk van mijn kinderen was het enige wat ons kon terugduwen naar België.